Het pensioenstelsel gaat helemaal op de schop. Ouderen dreigen deze winter de energierekening niet te kunnen betalen. En er worden veel te weinig woningen voor senioren gebouwd. Lukt de Tweede Kamerlid Liane Den Haan met haar nieuwe partij Goud Nederland wel om met een antwoord te komen op deze uitdagingen? Ja, het is nogal wat hoor, wat u zich op de hals heeft gehaald. Zeker. Maar als je het niet probeert, dan gebeurt natuurlijk helemaal niets. En ik ben eigenlijk heel erg geïnspireerd door een rapport van de themacommissie Ouderenbeleid uit 2005. En dat is nog steeds actueel. Er staan 33 aanbevelingen in. En als je die nu gewoon opschrijft en zegt, nou, dit heb ik nieuw bedacht, dan is het nog steeds en gewoon... En hoe is het voorbeeld? Wat staat er dan? Dat bijvoorbeeld door de vergrijzing we meer moeten gaan bouwen. Anders komt er doorstroom niet op gang op de woningmarkt. Nou, dat is wat we nu zien. Dat door de vergrijzing de houdbaarheid en de betaalbaarheid van de zorg onder druk komt te staan. Nou, dat gaan we nu ook zien. Dat door de vergrijzing houdbaarheid van het pensioenstelsel onder druk komt te staan. Dat zien we ook. En tegelijkertijd kun je die vergrijzing ook als een oplossing gebruiken. Je moet wel visie hebben. En dat is een beetje wat eraan ontbreekt. En die demografische ontwikkeling, hè, dus het ouder worden in Nederland, dat is eigenlijk iets wat niet meegenomen wordt in het beleid. Nou, helpt het politiek bestel ook niet, want je regeert maar 4 jaar. Ja, en om dan een langdurige, langjarige visie te ontwikkelen, ja, dat doet eigenlijk niemand. Maar dat zou voor ons land wel beter zijn. Ja, en u richt zich dus op mensen vanaf 40. Nou, dat is toch helemaal niet zo oud? Nee, maar het is ook niet zozeer mensen vanaf 40, maar het gaat meer over het ouder worden in Nederland. Eigenlijk is het al zo dat als je geboren wordt, vanaf dat moment word je elke dag ouder. En dan loop je aan tegen zaken als onderwijs, de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, uiteindelijk je pensioen. En dat zijn zaken die moet je in een meerjarig perspectief zien. Daar moet je dus rekening houden met het ouder worden in Nederland. Dat gebeurt dus eigenlijk niet. Dus er is geen enkele andere partij die daar wat u betreft... Nee, er zijn heel veel partijen rondom de verkiezingen die ouderen natuurlijk echt wel op een podium zetten. Omdat dat electoraal PVV, gewoon... SP, denk, ja, heel belangrijk is. Maar het is vaak ad hoc en korte termijn. En dat is natuurlijk ook veel populairder, want daar ben je ook zichtbaarder mee. Maar het gaat er eigenlijk om dat je meerjarig kijkt, wat hebben we nodig in Nederland en wat moeten we dan dus daarin doen? Daarom heb ik ook gevraagd om in het coalitieakkoord de demografische ontwikkelingen en de vergrijzing mee te nemen om te kijken hoe we daar het beste op kunnen acteren. Dat is wel beloofd, maar het is niet gebeurd. Dus er is nog een heleboel werk aan de winkel. Ja, en u zat natuurlijk zelf ook bij 50PLUS. Sinds 2021 zit u in de Kamer. Wat heeft u zelf dan voor de kiezers betekend? Wat heeft u bereikt? Nou, eigenlijk al best wel veel, maar dat zijn inderdaad dingen die op lange termijn ingezet moeten worden. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over dat wonen, elke gemeente zou eigenlijk een woonvisie moeten hebben. Nou, er zijn heel weinig gemeentes die hebben die woonvisie. Maar het is ook heel beperkt. Je moet eigenlijk een woonleefvisie hebben. Wat heb je nodig als een burger geboren wordt in jouw gemeente en ook daar dood wil gaan? Wat heb je in die tussentijd nodig om daar fijn te leven? Dat is niet een geïntegreerde visie. Dat zijn allemaal aparte documenten. En dan zie je dus inderdaad dat het gewoon in een gemeente eigenlijk ook vastloopt op die woningmarkt. Nou, daar is niet voldoende geanticipeerd op het feit dat we meer eenpersoonshuishoudens moeten hebben bijvoorbeeld. Nou, die is er nu door, dus elke gemeente moet een woonleefvisie krijgen. Nou, als het gaat over de zorg, daar zijn we druk bezig. Als nu zijn we gisteren met het wetgevingsoverleg pensioenen gestart. Daar proberen we natuurlijk ook te kijken naar de huidige gepensioneerden, maar ook naar de toekomstige generatie gepensioneerden. Ja, en dat is toch iets wat heel belangrijk is, maar veel te weinig gebeurt. Arenda, hoor jij hier nieuwe dingen? Nou, visie is altijd goed, hè? Als je visie hebt. Maar ik hoor het ook grappig. Er kwam een journalist uit Amerika over. En bij ons, Boston Globe, die kwam beschrijven hoe goed het hier ging vergeleken met andere landen. Dus je moet ook altijd een beetje de positieve kant zien. Dus het gaat ook wel goed. Maar die vergrijzing is, kijk naar mijn eigen haar, gaat natuurlijk enorm snel. Is dat zo? Dus ik ben er blij mee als er een visie is voor als ik oud word. Maar ik zie wel natuurlijk waarom je niet het woord oudere partij gebruikt en goud. Want oudere partijen hebben natuurlijk allerlei oorzaken een beetje slechte naam gekregen. Ja. En ik zou zeggen, bij 40, maar ik zou gewoon bij 18 beginnen. Ja, want het stemrecht begint bij 18. En je wil volgens mij iedereen bereiken en niet alleen mensen van 40 plus. Maar die partijen hebben natuurlijk wel, net als de Partij van de Dieren, een beetje voor de dieren opkomt, heb je ook Partij voor de Ouderen die eigenlijk de vinger op de zere plek leggen. Kijk daar nou naar, want anders gaat het niet op deze manier niet goed. En een van de dingen die misgaan is dat oudere mensen graag in hun eigen huis blijven wonen. Ja, daar zie ik nog geen oplossing voor, want mensen willen natuurlijk liefst in hun eigen huis blijven. En niet naar een klein appartementje. Nou, weet je, uit onderzoek blijkt dat mensen best wel verhuisgeneigd zijn, maar dat er geen aanbod is. En dat klopt ook. En er is voor niemand aanbod in Nederland nu, hè? Nee, dat is waar. Maar wat je moet doen is natuurlijk eigenlijk gewoon de kurk van de fles afhalen en zorgen dat er voor die ouderen woningen zijn, zodat het kan doorstromen. Want als die ouderen niet kunnen doorstromen, dan blijft die hele markt gewoon vastzitten. En ouderen willen vaak wel iets kleiner gaan wonen, maar niet in een geïnstitutionaliseerde omgeving. Ja. En die willen bijvoorbeeld een klein wooncentrum hebben. Dat is er onvoldoende. En eigenlijk
eigenlijk wisten we dat 17 jaar geleden al dat dat de wens was. Dat mensen dat heel graag wilden. En er is niets mee gedaan. Dus dat probleem hadden we kunnen voorkomen. En je hebt gelijk, het gaat heel goed in Nederland op heel veel fronten. Maar kijk even naar de arbeidsmarkt. We hebben veel te weinig mensen. Laten we daar inderdaad even naartoe gaan. Want dat de werkdruk in de zorg hoog oploopt is geen geheim. En nu een steeds grotere groep ouderen het alsmaar moeilijker vindt de eindjes aan elkaar te knopen, heeft de thuiszorg er nog een extra taak bij. Goeiedag. Goeiedag. We bespeuren bij de cliënten dat er wel sprake is van toch een bepaalde stress. Dat is natuurlijk per cliënt verschillend. Die maken zich gewoon zorgen. Waar moet ik heen als ik mijn gasrekening niet meer kan betalen? Kan ik straks nog wel dat plakje kaas kopen? Of heb ik alleen nog maar dat plakje worst? Dus je gaat met de cliënt in gesprek, eventueel met kinderen of mantelzorgers, van hoe gaan we dat in de toekomst doen? Want het moet niet zo zijn dat als we binnenkomen dat de verwarming uitstaat. Er is gewoon weinig tijd om extra aandacht te besteden aan de cliënten. En dat valt ons zwaar. Hij was 15 jaar voorzitter van Ouderenbond AMBO. Weinig tijd voor echte aandacht, horen we hier. Er zijn natuurlijk verschillende partijen die zich daar ook hard van maken. De PvdA, de SP, hoorde mevrouw Marijnissen eerder in onze uitzending. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het verandert? Wat gaat u anders doen? Nou ja, kijk, de minister is natuurlijk aan zet om dingen anders te doen. Maar wij kunnen er natuurlijk als Tweede Kamer wel bij helpen oplossingen aandragen. Nu hebben we gelukkig een minister die uit de ouderenzorg komt. Kijk, er moeten een heleboel dingen gebeuren omdat die ouderenzorg al heel lang verwaarloosd is. De arbeidsvoorwaarden moeten verbeterd worden. Er moet meer ingezet worden ook op innovatie. Maar er moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar het eigen personeelsbestand. Hè. De groep tussen de 30 en de 55 die is er vrij weinig. En dat komt ook bijvoorbeeld omdat die kinderen hebben. Een kinderopvang is duur. De meeste mensen in de zorg werken parttime. Zoek daar een oplossing voor. Bied dat gratis aan. Ouderen na 55 vinden het werk te zwaar. Nou, biedt die dan aan om die kinderopvang te doen. Dus zo kun je wel heel creatief omgaan met een aantal zaken om die werkdruk te verminderen. Dit klinkt allemaal heel goed. Maar laten we dan toch nog even gaan naar de keerzijde van een nieuwe partij beginnen. En de ruzies bij 50PLUS hebben we natuurlijk ook gezien. Kleine partijen, het is natuurlijk sowieso altijd vrij lastig in het begin. Ik denk nog even aan de LPF bijvoorbeeld ooit. Zeker. Hoe gaat u er nou voor zorgen dat Goud Nederland een begrip gaat worden? Nou, Goud Nederland is niet opgericht om heel groot te worden. Dat is niet ons doel. Als dat gebeurt, dan is dat mooi. Maar is echt opgericht om mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn met die inhoud bezig te zijn, een plek te geven. Dus niet mensen die een plekje zoeken op de Tweede Kamerlijst, maar die echt inhoudelijk iets willen bereiken. Daar gaan we heel strikt op toezien.